Shalom. Vandaag wilde ik gaan hebben over de Sabbat, over Sabbatsbepalingen. Sabbatsbepalingen die in de Bijbel staan. Want er zijn veel gewoontes bij Joden, maar ook bij Sabbatsvierders, bij christelijke Sabbatsvierders, om op een bepaalde manier de vrijdagavond de Sabbat te starten. En bijvoorbeeld de sabbatsmaaltijd met brood en met wijn en met zout op het brood en met galles, speciaal brood, met brachot, met zegenbedes in het Hebreeuws, met kippensoep serveren, met sabbat shalom zingen, twee kaarsen aansteken en op het eind van de sabbat een havdala kaars. Nou, al deze dingen staan niet in de Bijbel. Dat mag je doen, dat is goed en dat is, daar is ook niks op tegen, dus, maar ik heb in de laatste 40 jaar wel gemerkt dat er mensen zijn die dan op de vrijdagavond de Sabbat beginnen met twee kaarsen en met zegenbedes en met zegenspreuken en met andere zaken. En dan de volgende dag dan gaan ze winkelen, de volgende dag dan gaan ze kopen en verkopen, de volgende dag dan gaan ze werken, ze gaan in het huis werken. Of ze gaan de hele middag in de keuken staan te koken, of ze gaan in de tuin werken. En bestaat ook zoiets als Sabbatsheiliging. En die regel die in het vierde gebod, in de tien geboden, daar kan God natuurlijk niet alles in zeggen. Hij heeft die tien geboden aardig kort gehouden. En het Sabbatsgebod is dan nog het langste gebod van allemaal. Maar in de rest van de schrift vinden we natuurlijk de andere dingen die we niet kunnen of die we wel moeten doen op de Sabbatdag. En op de Sabbatdag, de dingen die onder andere genoemd worden in de Bijbel, is dat het moet de zevende dag zijn. Van zonsondergang tot zonsondergang zijn. Je moet rusten. Je moet niet werken. Je moet anderen niet voor je laten werken. Je moet een voorbereidingsdag hebben dat je dubbel aan het kopen bent, dubbel aan het koken bent en dubbel aan het werken bent. Je moet niet kopen op de Sabbatdag. Je moet niet verkopen. Je moet geen lasten sjouwen. Psalm zingen, dat staat ook in Psalm 92. Je moet niet gewone bezigheden, gewone zaken doen op de Sabbatdag. Geen ijdele taal uitslaan. Leren uit Gods woord en naar een dienst, naar een heilige samenkomst gaan. Dit zijn zo de dingen die ik even in schriftgedeeltes wil behandelen, naar voren wil brengen, die dus staan over de Sabbat, die je dus wel moet doen, wat wel Bijbels is, wat wel vermeld staat. En het eerste wil ik toen beginnen met gewoon het Sabbatsgebod zoals dat staat in de tien geboden. En daar staan dus een aantal van die zaken die ik genoemd heb, die staan daar dus in. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere. Dat is dus het eerste geval, dat het de zevende dag moet zijn van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. En dan komt er een waarom, een want. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte. Dat moeten wij dus nadoen, rusten. Hij rustte op de zevende dag. Hij rustte niet op een andere dag, hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Dus hier kunnen we al in vinden van dat het de zevende dag is, dat we geen werk moeten doen, dat we ook niet anderen voor ons moeten laten werken, dat we moeten rusten. En dat zijn zo vier dingen die al in dit gebod naar voren komen. Dan een volgende dat ik naar voren breng, een volgende schriftgedeelte. Dat is dat het van zonsondergang tot zonsondergang is. Ik weet wel dat bij de zondagsviering vroeger, dan was dat van 12 uur 's nachts tot 12 uur 's nachts. Want om 12 uur 's nachts, dan, ja, er gebeurde niks in de natuur, maar het was pikkendonker. Maar dan, omdat Rome zo de dag had ingedeeld, dat midden in de nacht de datum versprong, dan moest je voor 12 uur binnen zijn op zaterdagavond, want anders dan verbrak je de zondagsrust als je dus na 12 uur binnen was. En ik weet ook wel in de binnenvaart,
op zondagavond, dan wachtte men tot 12 uur zondagavond om dan 11:55 te gaan varen. Want we wilden niet gaan varen om de zondagsrust te verbreken als men de nacht door wilde varen. Men begon dan om 11:55 ging men dan varen, omdat men dan was het maandag. Het grappige is daar natuurlijk van, zodra dus de regering besluit de zomertijd in te stellen, dan verschuift ook je heilige zondagsrust met 1 uur. Nee, het is in de natuur, God geeft aan van Sabbat, van zonsondergang tot zonsondergang, en we kunnen dat lezen in Leviticus 23 vers 32 over de verzoendag. En de verzoendag, de grote verzoendag, is een Sabbatdag. Het zal u een volkomen Sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen op de 9e van de maand des avonds, van avond tot avond, zult gij uw Sabbat vieren. Van avond tot avond, dus van zonsondergang tot zonsondergang. En je kan naar de zonsondergang kijken. Zelf kijk ik ook, ik heb een Sabbatskalender van een bepaalde stichting. Daar staan de tijden op die kalender voor vrijdag en voor zaterdag dan aangegeven. Dus doe ik dan de Nederlandse tijd gericht naar Utrecht. En op pagina 718 van Teletext, daar kan je ook de zonsondergangtijden zien. Je kan dan zelf 5 minuten eerder beginnen en 5 minuten later eindigen, om dan zeker van te zijn dat je van zonsondergang tot zonsondergang zit. Want die tijden zijn vastgesteld door de koepel in Utrecht. Een volgende schriftgedeelte dat ik wil lezen, dan deze, dat is dat wij de Sabbatdag gebruiken, dat wij de vrijdag gebruiken als voorbereidingsdag. Dus om geen werk te doen, is het dus goed om de Sabbatdag dubbel te werken, dubbel te koken, dubbel bezig te zijn. De Sabbatdag, de vrijdag, is dus een drukke dag, is een dubbel drukke dag. Je vindt dat in de schepping ook al terug. De Heere God, die schept elke dag. Maar als je gaat kijken wat er allemaal op de Sabbatdag op de vrijdag geschapen wordt, dan is het eerst 's morgens de wilde dieren en dan is het de kruipende dieren. En dan is de hele dag is God bezig de dieren te scheppen. En dan zo rond het middaguur dan gaat hij Adam scheppen. En die gaat hij dus vormen uit klei. En als hij dat gedaan heeft, dan gaat hij samen met Adam alle dieren benoemen. Adam mag dat allemaal benoemen, maar daar zijn ze dus ook een tijd mee bezig. En er zit er geen maatje voor hem bij. En dan moet hij gaan slapen. En als hij dan slaapt, dan neemt God een rib van hem. En dan maakt hij dan een vrouw van. En die brengt hij dan naar hem toe. En dan, ja, dan legt God nog een paar dingen uit. En dan gaat de zon al bijna onder van die zesde dag. Als je gaat kijken naar alle dingen die van alle beschrijvingen, Dan is dat de langste beschrijving met de meeste details. Het is de zesde dag. Dus daar vinden we dat dubbele al terug. We vinden ook het dubbele terug van het dubbele manna op de zesde dag. Maar ook in het Sabbatsjaar, dan geeft God een dubbele oogst geeft hij in dat zesde jaar. Maar ook in deze millennia, de mensheid is uitgegroeid tot 7 miljard mensen in dit zesde millennium. En ook de weeën die zijn dubbel zo groot en ook de kwalen van de mensheid zijn dubbel zo groot in dit zesde millennium. Er is dus een dubbel iets voor dat zes, voor die zesde dag. En dat slaat allemaal op dat, om voordat we tot rust komen, voordat dat Sabbatsmillennium komt, zal er eerst dubbele onrust nu zijn. En die vrijdag, dat is dus een goede dag om dus dubbel onrustig te zijn, dubbel te werken, om extra te kopen en extra te werken. En mijn vrouw die maakt dan 2 maaltijden klaar. En waarvan ze er 1 dan zeg maar de volgende dag in de oven of in de magnetron kan opwarmen. Maar ik wil dat hier een stukje lezen over die zesde dag. Over het manna. Daar staat in Exodus 16 vers 5 en 22 tot 23. Als zij op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dat zal dit dubbel zoveel zijn als wat ze op de andere dagen verzamelen. En verderop. En op de zesde dag verzamelden zij 2 maal zoveel brood. En toen zei Mozes tot hen, dit is wat de Heere gezegd heeft. Een rustdag, een heilige Sabbat is het morgen voor de Heere. Bak wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt. Maar laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Dus dubbel.
Dubbel verzamelen, dubbel werken. Dubbel werken. En ook, we vinden dit terug in het Nieuwe Testament, dan is er ook de voorbereidingsdag. Men is dan druk bezig, want het was de voorsabbat, het was de voorbereidingsdag. De dagen die hebben geen naam in het Hebreeuws. Het is dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. Maar dag 6 en dag 7 wel. Dag 7 is de sabbatdag. En dag 6, dat is de voorbereiding. Zo heet die dag. De voorbereiding. En als er staat de voorbereiding, dan weet je dat dat de vrijdag is, dat dat de sabbatdag is. Een vierde passage die ik wil voorlezen, dat is een redelijk lang verhaal in Nehemia, Nehemia 13. Ik vind het zelf een kostelijk verhaal, vers 15 tot 22. En het gaat over Nehemia en de visverkopers uit Tyrus. Er kwamen allemaal visverkopers uit Tyrus, die kwamen daar in Jeruzalem vis verkopen. En ja, de Jeruzalemmers die vielen daarvoor en die gingen op de Sabbat vis kopen. Maar God wil niet dat we kopen en verkopen op de Sabbat. En dat is natuurlijk gelijk een vorm van werken. En dit verhaal, dat staat in Nehemia 13. En hier vinden we dus heel veel principes in terug. In die dagen zag ik in Juda mensen die wijnpersen traden op de Sabbat. Werken. En vrachten koren binnenhalen. Lasten sjouwen. En op ezels laden, als ook wijn, druiven en vijgen en allerlei last. En deze op de Sabbatdag naar Jeruzalem brachten. Nou, het gaat dus tegen de principes van de Sabbat in. Ik gaf een waarschuwing toen zij levensmiddelen verkochten. Verkopen, kopen en verkopen. De Tyriërs die daar woonden brachten vis en allerlei koopwaar en verkochten ze op de Sabbat aan de Judeërs. Zelfs in Jeruzalem, de heilige stad waar de heilige tempel staat. Toen onderhield ik de edelen van Juda hierover en zei tot hen... Wat doet gij daar voor slechts dat gij de Sabbatdag ontheiligt? Dus deze dingen ontheiligen de Sabbatdag. Werken, kopen, verkopen, dat ontheiligt de Sabbatdag. Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog hevige toorngloed over Israël brengen door de Sabbat te ontheiligen? Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, dus nog voordat de zon ondergang was, tot het al donker begon te worden, voor de Sabbat, dus hij ziet dus dat ook die zonsondergang is de Sabbat, maar hij begint dus iets daarvoor, sloot men op mijn bevel de deuren en ik beval dat men ze niet zou openen tot na de Sabbat, tot na de zonsondergang. En hier heeft het Jodendom ook uitgehaald dat... de Sabbat begint iets voordat de Sabbat iets voor zonsondergang. Eigenlijk als de zonneschijf, zeg maar, nog net boven de horizon staat, dan begin je de Sabbat te vieren. En als je drie sterren in het oosten kan zien, dan is de Sabbat voorbij. Dus de Joden die vieren Sabbat 24,5 uur en hier in Nederland is het wel 25 uur in de zomer. Omdat de zon langzaam ondergaat. En dat we een lange schemer hebben, een langere schemering hebben dan in Israël. Duurt de Sabbat hier ook iets langer dan in Israël. Zodra het dan in de poorten van Jeruzalem donker werd, voor de Sabbat sloot men op mijn bevel de deuren. En ik beval dat men ze niet zou openen tot na de Sabbat. En ik stelde enige van mijn knechten bij de poorten op. Er zou geen vracht op de Sabbatdag binnenkomen. Toen overnachten de handelaars en de verkopers van allerlei koopwaar een en andermaal buiten Jeruzalem. Ja, die gingen dus, die kwamen met hun koopwaar aan en die gingen dus voor de poorten, liggen slapen en liggen wachten. Waarom overnacht gij voor de muur? Indien gij dat nog eens doet, zal ik de hand aan u slaan. Van die tijd af kwamen zij niet meer op de Sabbat. Ook beval ik de levieten dat zij zich zouden reinigen en de poorten zouden komen bewaken om de Sabbatdag te heiligen. We zien dus hier dat hij afdwingt dat er niet meer gekocht, dat er niet meer verkocht. Hij is de gouverneur. Hij is de gouverneur van Jeruzalem. Hij is de gouverneur van Judea. Dus hij heeft de macht. En hij gebruikt die macht om af te dwingen dat er niet meer gekocht en verkocht kan worden op de Sabbat. Dat er niet meer lasten Jeruzalem binnengebracht kan worden. Maar het grappige is, hij stelt dus wel mensen aan om te werken. Namelijk
die van de levieten, die moeten de poorten komen bewaken. En dat is, er is altijd werk dat gedaan moet worden. Zo ik, ook in de gemeente, als wij samenkomst hebben, dan wordt er gewerkt door de mensen die taken hebben. Dat is goed doen op de Sabbatdag. Hier was het ook om af te dwingen dat de Sabbat gevierd zou worden. Was dat van Nehemia en van die levieten, was dat goed doen op Sabbat. Er is zelfs een verhaal in de Bijbel van Jehoiada, die de kleine koningszoon Joas van 7 jaar, die heeft een paleisrevolutie en die heeft een staatsgreep om Atalia af te zetten. En dat doet hij op Sabbat, want dan verwacht niemand dat, een staatsgreep op Sabbat. Maar het is goed doen, het is geoorloofd om goed te doen op Sabbat. Maar goed doen op Sabbat moeten we niet misbruiken om op een gegeven moment de Sabbat te ontheiligen. Dus hier zet hij mensen aan om te werken, om de poorten te bewaken, om de Sabbat af te dwingen, want die werd overtreden. En we moeten natuurlijk wel goed zien wat nodig werk is, hè, voor Gods Koninkrijk en wat niet nodig werk is. Een volgende passage van de Sabbatdag waar ik naartoe wil gaan, dat is, de Sabbat zegt ook dat wij God moeten loven en prijzen, dat wij liederen moeten voor hem zingen. Er is één psalm, een lied voor de Sabbatdag. Er zijn natuurlijk, je kan alle psalmen zingen op de Sabbatdag, maar van één psalm staat het specifiek vermeld, een lied voor de Sabbatdag. Dan is het natuurlijk raar om dat lied te gaan zingen op andere dagen en op Sabbat dan geen liederen te zingen. Psalm 92 vers 1. Een psalm, een lied voor de Sabbatdag. Het is goed de Heere te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste. Een lied voor de psalm. Dus dat is wat we ook geacht worden te doen, God te loven in onze gebeden. En bezig te zijn met Bijbelstudie, maar ook God psalmen te zingen en liederen te zingen. Een zesde passage die ik wil lezen over de Sabbatdag, want op een gegeven moment wordt ook in onze cultuur wordt de Sabbatdag een dag van recreatie, een dag van, ja, dan ben ik dus met mezelf bezig en met mijn eigen hobby's en niet met God. En dat is ook niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Het is niet de bedoeling dat je gaat trainen voor een marathon op de Sabbatdag. De Sabbatdag is er om tot rust te komen, fysiek. En om geestelijk tot rust te komen door met God bezig te zijn. Door de Bijbel te lezen, door te bidden, door een aardig programma te bekijken van Family 7. Door bij YouTube naar geestelijke liederen te luisteren, door naar een preek te luisteren bij YouTube, door naar een livestream te kijken, door een goed boek te lezen. Het is bedoeling dat men geestelijk tot rust komt. En dat men met God bezig is en met de dingen van God bezig is. En als het een dag wordt van eigen vertier en van eigen vermaken, van eigen hobby's, dan is dat ook doorschieten. En dan is Jesaja 58 vers 13, kan je daar dus dan tegen inbrengen dat toch ook niet de bedoeling is. God heeft dan over het ware vasten. Het ware vasten, dat is dus als je dus voor de noodlijdende mens zorgt. Dat is dus de eerste 12 versen van Jesaja 58. Als je dus voor de armen en voor de naakten en voor de hongerigen zorgt, dat is het ware vasten. Maar er staat dan ook vers 13, indien gij niet, want ook de ware vasten is niet over de Sabbat heen lopen. Jesaja 58 vers 13, indien gij niet over de Sabbat heen loopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren. Dus wat hier genoemd wordt, dus niet je zaken doen, niet je gewone bezigheden, niet je gewone zaken, niet ijdele taal. Dat betekent dus dat we met geestelijke zaken en met God bezig zijn. Een gedeelte wat ik nog wil lezen, dat staat in Marcus 1. Marcus 1 vers 21 en vers 29 tot 32. Dat ook de Heer Jezus, die vierde de Sabbat en die ging elke Sabbat naar de synagoge. En dat was zijn gewoonte. En hij leerde op de Sabbat. Dat was zijn gewoonte. Hij onderwees op de Sabbat.
Dus dat is wat we kunnen doen. Dat staat ook in Leviticus 23, de eerste drie versen. De eerste heilige samenkomst, de heilige samenkomst die geboden wordt in de Bijbel, die staat in Leviticus 23. En de eerste drie versen, dat is het hoofdstuk van de feesten. Er is één wekelijks feest, de Sabbat. En er zijn zeven jaarlijkse feesten die daarna komen. En daar zijn zeven samenkomsten ook, heilige samenkomsten, voor genoemd. Maar de eerste heilige samenkomst die genoemd wordt, die staat dus in Leviticus 1 tot 3. En ja, de Yeshua die wist dat natuurlijk en die leefde naar de Torah en die overtrad de Torah nog niet en die deed dat. Het grappige is dat van Leviticus 23, de eerste drie versen, want daar wordt het geboden, de Torah. Daar wordt dus, wat in de tien geboden, in Exodus 20, in Leviticus en Deuteronomium 5, wordt er niet de heilige dienst, de heilige samenkomst wordt geboden. Zoals ik al zei, God kan niet alle sabbatsbepalingen stoppen in dat vierde gebod. Want dan zou dat vierde gebod zeg maar veel te lang zijn. Nee, dat zijn dus, de tien geboden is ook een samenvatting van Gods wet. En hij viert dus, hij zegt dus dat wij die sabbat moeten vieren. En hij geeft dus die heilige samenkomst in bij die feesten in Leviticus 23 vers 1 tot 3. En alle sabbatsdiensten zijn daarvan afgeleid. Maar ook alle feestdiensten zijn daarvan afgeleid. En ook alle zondagsdiensten zijn daarvan afgeleid. En zelfs de islam op de vrijdag is daarvan afgeleid. Want in feite gaat het allemaal terug naar het gebod in de Torah. In Leviticus 23 vers 1 tot 3. En dat Christus die vierde dat natuurlijk dan ook. En dat staat dus in Marcus 1. En ze kwamen te Kafarnaüm. En terstond op de sabbat ging hij naar de synagoge. En leerde. En terstond uit de synagoge gingen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed. En hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en zij diende hem. Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij hem allen die ernstig ongesteld waren en de bezetenen. Ja, daar werd hij op aangevallen door de fariseeën en dat hij op de sabbatdag mensen genas. En sommigen denken wel dat de Heer Jezus dus dan Gods geboden overtrad. Nou, dat kon niet, want hij was zonderloos. Als hij het sabbatsgebod zou hebben overtreden, dan zou hij gezondigd hebben. En als hij gezondigd zou hebben, dan zou hij niet voor onze zonde hebben kunnen sterven. Nee, het was geen werk voor hem, want hij werd er niet moe van. Hij verdiende er geen geld mee. Het was niet zijn beroep. Hij was geen arts. Nee, hij deed iets goeds. Want een ziekte is als een last. Iemand die ziek is, iemand die chronisch ziek is, dat is als een zware last. Zo'n persoon kan niet genieten van de sabbat. En zo'n persoon heeft alleen maar pijn de hele dag en de hele week. En wat hij dus, hij nam de pijn weg, hij nam de ziekte weg, hij nam de last weg van de mensen, zodat ze God loofden en voor het eerst bevrijd waren en voor het eerst sabbat konden vieren. Dus ja, hij deed goed. En het is geoorloofd goed te doen. Dus wat die fariseeën hadden moeten doen, die hadden blij moeten zijn. Die hadden blij moeten zijn voor die mensen, dat hun last van hun schouders was afgehaald. Het was alsof er een last van 25 kilo op hun schouders, en sommige ziektes zijn erger dan een last van 25 kilo op je nek, die haalde hij van hun schouders af. Dus Yeshua, die zondigde niet. Hij overtrad het vierde gebod niet. Nee, in de geest van het gebod, zoals Nehemia in het geest van het gebod wachters aanstelde om de sabbat af te dwingen, zo in de geest van het gebod haalde Yeshua die ziekte van hen af, gewoon door ze aan te raken. En haalde hij die ziekte van hen af en genas hen en deed hij goed. Hij zei toch ook, jullie geven toch ook je dieren eten en drinken op de sabbat, zou ik dan niet deze mens bevrijden van die last. Dus het is geoorloofd om goed op te doen op de sabbat. Maar laten we het goed doen op de sabbat niet gebruiken om de sabbat te overtreden. Laten we de sabbat heiligen. De sabbatsheiliging is erg belangrijk. God vond het erg belangrijk. Het was onder andere, je kunt het lezen in Ezekiel 20. De sabbatsheiliging, dat die constant overtreden werd, de sabbat, is de reden geweest voor de ballingschap van het huis Juda en het huis Israëls. En het huis Juda is teruggekeerd naar de sabbatdag. En het huis Israëls, de 10 verloren stammen, zijn nooit teruggekeerd naar de sabbat. En daarom zijn ze verloren en daarom weet men niet waar ze zijn, omdat ze geen sabbat vieren.
want de Sabbat is het teken dat je verbindt met de God van Israël. Amen.